De viering van 44 jaar stadkundige onafhankelijkheid is vandaag gehouden in het bauxietstadje Mungo. De activiteiten begonnen om 10 uur 's morgens met het eerbetoon aan de troepen door de bevelhebber van het Nationaal Leger, Robert Carto di Cromo, en de politiekorpschef Roberto Prade. Daarna hebben ze ceremonieel de opperbevelhebber van het leger, president Desiré Bouterse, begroet. President, maar ook opperbevelhebber, wordt nu welkom geheten. Hij loopt nu naar het erepodium en ik denk dat hij zijn gasten daar zal begroeten. Na de ceremoniële begroeting heeft president Bouterse de troepen geïnspecteerd. Het Nationaal Leger is altijd op dezelfde dag jarig als de verjaardag van de Republiek Suriname. De president, niet want in Paramaribo doet hij dat lopen, maar in de districten. We hebben het ook al gezien waar hij dit en mag ik heeft gedaan. Ik denk dus dat in alle districten bijna hij rijdende de troepen heeft geïnspecteerd. Dat de president terugkomt. Hij gaat het. En zo heeft de opperbevelhebber van het Nationaal Leger en de president van de Republiek Suriname de troepen en andere gewapende machten rijdend geïnspecteerd. Na de inspectie vond het defilé plaats. Zoals elk jaar heeft het publiek ook dit jaar heel erg daarvan genoten.